De Raad van Ministers onder leiding van de nieuwe regering zal wekelijks een persconferentie beleggen waarin ministers moeten ingaan op het gevoerde beleid. Dat zei vicepresident-elect Ronnie Brunswijk vandaag op een persconferentie kort na zijn verkiezing in DNA. De afgelopen 10 jaren zijn deze persconferenties niet gehouden met president Desi Bouterse aan het roer. Zeer tot teleurstelling van de media. Brunswijk verzekerde dat het weer mogelijk zal zijn om ministers te bereiken voor interviews. Ja, in ieder geval, we hebben vanaf het begin van de formatie van deze groep, deze regeerteam, hebben we met de president-elect afgesproken dat we weer komen met de persconferentie, dat de pers geïnformeerd wordt elke week. Ja, dus wij hebben een andere manier van werken, niet via Staatsinformatieinstituut, maar dat wij elke week, dat elke minister moet zeggen wat zijn beleid is en wat ze gaat doen. Dus jullie krijgen elke week een persconferentie. Brunswijk ging ook in op de schuldpositie van Suriname. Hij zegt dat het land in grote schulden zit en dat er nog steeds geen zicht is op de hoogte van de schuldenlast, omdat er elke dag nieuwe bijkomen. Kijk, ik kan niet zeggen hoeveel de schuld is, maar in ieder geval moet u weten dat wanneer een land 10 salaris kan betalen aan ambtenaren, dan weet u al dat dat een heel grote schuld is. Maar belangrijk nog, en erger nog, die leningen die genomen zijn, die terugbetaald moeten worden. We hebben met heel veel moeite 6,8 miljoen kunnen aflossen, zodat we niet default raken. En dan heb je nu dat we in eind van deze maand weer 26 miljoen moeten aflossen. Dus dat zijn zomaar, in ieder geval, die dingen worden op een rij gezet, maar elke dag komen we nog schulden tegen. Dus ik kan je niet precies zeggen wat de schulden zijn, maar wordt door de deskundigen bijgehouden. Ik kan het niet zo uit het hoofd zeggen, maar we zitten in enorme schulden. Vicepresident-elect Ronnie Brunswijk vandaag tegenover de media. Hij benadrukte dat de Raad van Ministers verplicht is elke week persconferenties te houden, zodat de samenleving wordt geïnformeerd over het gevoerd beleid.